Hallo, ik ben Marije van Atelier Aandacht. En ik geloof dat beoefenaars van een spiritueel pad, zoals Tantra, meer in contact staan met de volheid, de essentie en het mysterie van het leven. Door te mediteren of andere bewustzijnsoefeningen te doen, komen we dieper in contact met onze waarheid en onze vrijheid. En ik denk dat het van groot belang is om deze dingen meer te gaan leven in de wereld. Nou is het helaas zo dat we vaak een groot verschil, een groot gat ervaren tussen de retraites en de groepen die we doen en de echte wereld. In de supermarkt en in gesprekken met onze buren en familieleden missen we vaak een diepte, een waarheid, een intimiteit waar we zo naar verlangen. Het is mijn missie om jouw wereld te veranderen in een tempel. Als jouw huis, je slaapkamer, je woonkamer, je werkplek een plek is van grote schoonheid en betekenis, dan wordt het makkelijker om jouw diepte, jouw waarheid en jouw liefde te leven in de wereld. Ik ben zo ongeveer geboren met een kwast in mijn hand. Ik heb mijn hele jeugd geschilderd en getekend. Maar na de kunstacademie ging ik naar de universiteit en stopte ik voor 10 jaar lang met kunst maken. Tijdens een omvangrijke training die ik deed bij het Centrum voor Tantra, waar ik inmiddels als staflid aan verbonden ben, herontdekte ik mijn kunstenaarschap, naast vele andere goddelijke kwaliteiten die ik was vergeten. De landschappen en goden en godinnen die ik schilder zijn bedoeld om jou te helpen, jouw goddelijke kwaliteiten te herinneren.